Goedemiddag, ik ben Gert van Dijk, directeur van De Vlucht. En ik kom even vertellen dat we deze week met alle plaatselijke scholen hier een zwerfvuilactie hebben. Een zwerfvuil, mooi niet. En de groepen 5 tot en met 8 die hebben in de klasse wat lessen over zwerfvuil gekregen. En nu wordt het ook afgesloten in de praktijk. Vanmiddag doet De Vlucht dat in de wijk rondom de school. Want we vinden het heel belangrijk om de kinderen te attenderen op het oprapen, opruimen van zwerfvuil. De kinderen het goede voorbeeld te laten geven voor de oudere jeugd, voor de volwassenen. Zodat iedereen zich ervan bewust wordt, zwerfvuil, dat hoort niet. Velen ergeren zich eraan. En daarom gaan we ervoor om dit allemaal met elkaar op te ruimen. Jongens en meisjes, jullie zijn net de wijk in geweest met grijpers en met handschoenen om zwerfvuil op te halen. Nou heb ik hier ook een hele mooie handschoen. Dit is eigenlijk een ovenwand en daar staat op: De Vlucht, vele handen maken licht werk. Als we dat nou namelijk met elkaar allemaal doen, dan kost het niet zoveel moeite. En dan hebben we een mooi, schoon dorp. En deze handschoen die ga ik aan de gemeente geven, aan de wethouder. Alsjeblieft, als aandenken van De Vlucht. Dankjewel. Heel erg leuk. Graag gedaan. Hij komt op mijn kamer te hangen. Jongens en meisjes, wij sluiten nou vanmiddag onze zwerfvuilactie af. Zwerfvuil, mooi niet. Deze kliko's die waren vanmiddag nog leeg en ze zijn net allemaal door jullie gevuld. En nou hebben we hier mevrouw van de groep, dat is de wethouder van bouwen en wonen en van de natuur. Ja, van heel veel zaken. En zij bestuurt onze gemeente samen met nog een paar wethouders en met de burgemeester. En zij is nu vanmiddag hier om even wat tegen jullie te zeggen. Ik geef nu het woord aan de wethouder, mevrouw van de groep. Het is de bedoeling dat ik daar ook even ga staan. Jongens en meisjes, weet je, meester Van Dijk zei het al, in onze gemeente is heel veel groen, hè, want we hebben een prachtige gemeente, heel veel speelvoorzieningen. En voor al die zaken ben ik verantwoordelijk. Samen met de medewerkers van de gemeente onderhouden wij dat. Iedere dag, iedere werkdag van de week, werken 11 mensen, iedere dag, daaraan om dat netjes te houden. En in de zomermaanden, zoals nu, komen daar nog eens 15 mensen bij die het zomeronderhoud doen. Wij geven daar als gemeente Bunschoten met elkaar 1,5 miljoen euro per jaar aan uit. Nou, nu hebben jullie van de week iets fantastisch gedaan. En daar ben ik echt heel erg trots op. Jullie hebben niet alleen lessen gevolgd op school, maar jullie hebben ook laten zien dat de handen uit de mouwen steken en zwerfvuil ophalen, dat dat heel belangrijk is. Nog belangrijker is dat jullie een voorbeeld zijn voor alle andere mensen uit de gemeente. Wat zou het toch mooi zijn als iedereen vanaf nu goed na zou denken. En zijn vuil, zijn pakjes, zijn chipszakjes, alles en nog wat gewoon thuis in de prullenbak zou doen. Of in de prullenbakken die in de openbare ruimte staan. Dat zou de gemeente heel veel geld schelen. Maar wat ook belangrijk is, de natuur, milieu, prettige samenleving, leefbare samenleving. Dat zou het dan heel gemakkelijk kunnen worden. Jullie hebben van de week het project gedraaid, zwerfvuil, mooi niet. Nou, laten we nou hopen dat we met elkaar, dus kinderen, maar ook ouderen, allemaal, dat we daaraan blijven denken. En ook tegen elkaar zeggen, hey, gooi dat even in de prullenbak. Of hey, doe dat even thuis in de prullenbak. Zodat het hier in onze openbare ruimte, in jullie leefruimte, op jullie speelplaatsen en in jullie wijk prachtig schoon blijft. Heel erg bedankt namens de gemeente Bunschoten dat jullie je daar zo goed voor hebben ingezet.
Complimenten, dank jullie wel. Ik wil toch nog graag even wat zeggen als toelichting op dit project. Ik vind het een ontzettend leuk project wat de 12 basisscholen in onze gemeente nu gedraaid hebben. En eerlijk gezegd ook heel erg noodzakelijk. Want iedereen ziet, hè, die in ons dorp woont, werkt of daar vertoeft, hoeveel zwerfvuil er her en der ligt. Ik heb zojuist al gezegd hoeveel mensen daar dagelijks voor aan het werk zijn om dat enigszins in de hand te houden. Maar ik kan u vertellen, daar kan je nog 20 mensen extra bij zetten. Helemaal weg krijg je dat niet. Je krijgt dat weg als iedereen zich bewust wordt van het feit dat je niets van je af moet gooien in de openbare ruimte. Dat je dat thuis in de prullenbak doet of in de prullenbakken die er in de gemeente staan en die door de gemeente geleegd worden. Ja, dat scheelt zoveel geld, maar het heeft ook zoveel te maken met leefbaarheid in een wijk. Ook met gevoelens van veiligheid. Onderzoek heeft ook aangetoond dat mensen die opgroeien in een groene, schone omgeving gelukkiger zijn. Evenwichtiger zijn. En dat daar veel minder vaak sprake is van kleine criminaliteit. Het is zo goed om met elkaar dat te beseffen. En ook om elkaar erop aan te blijven spreken. Allemaal handen uit de mouwen en bewust worden van het belang van een schone en veilige omgeving. Dat hoop ik dat we dat met z'n allen gaan doen.